Goedemiddag iedereen. Mijn naam is Bas van der Wal. Ik werk bij de STOA, de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer. Welkom op dit webinar over DNA-technieken. We beginnen met het beantwoorden van een paar vragen in de Mentimeter. Jullie kunnen misschien vast inloggen op de pagina. Daarvoor moet je naar menti.com en de code invullen die jullie net in beeld zagen. Misschien straks weer in beeld krijgen. De voorzitter vandaag is Marcel Belt. Die is dagelijks bestuurslid bij het Hoogheemraadschap van Delfland. En bij Delfland heet dat een hoogheemraad. En die zal de dag verder leiden. Ik leid hem even in. We hebben bij de STOA al een aantal dagen georganiseerd over DNA-technieken. Deze DNA-technieken nemen echt een vlucht, zowel in ontwikkeling als in toepassing. Zo erg dat wij bij STOA eigenlijk daarin het verschil niet kunnen maken. Wij hebben dus voor gekozen om voor de toepassingen die in het waterbeheer bestaan, om daar een verbindingsfunctie te vervullen. Dus de aanbieders van technieken in contact te brengen met de mensen die technieken zouden kunnen gaan gebruiken. En de mensen die technieken gaan gebruiken of willen gebruiken, vragen te laten stellen aan de mensen van de ontwikkeling. Dit webinar is een eerste in een hele serie. En die organiseren we nu, omdat op dit moment, dus vandaag, morgen en overmorgen, er een eindcongres is van een Europees programma DNA Quanet. Daarin is het afgelopen paar jaar zijn veel landen van de Europese uit Europa en zelfs daarbuiten bij elkaar gaan zitten om afspraken te maken over standaarden en werkwijzen. Dat is tamelijk technisch, maar wij organiseren een reeks webinars rondom de thema's van DNA Quanet. We komen daar vrijdag ook op terug. Vrijdag is een tweede webinar en dan zal ook vanuit DNA Quanet een samenvatting worden gegeven. En zal ook iemand van de Europese Commissie spreken om te vertellen hoe de Europese Commissie aankijkt tegen het toepassen van deze techniek in het waterbeheer in Europa. Ik zei al, wij vragen jullie om een paar Mentimeter-vragen te beantwoorden. Een deel daarvan is bedoeld om een beeld te krijgen op wie we in de zaal hebben. Maar er is ook een serie vragen die gericht zijn op de wijze waarop jullie aankijken tegen het gebruik van DNA-technieken. En na afloop, of later op de middag, zullen wij deze vragen nog een keer herhalen en kijken of jullie anders zijn gaan aankijken tegen deze technieken. Ik wilde eigenlijk hierbij bij laten. Ik zie een vraag in de chat, wat is Mentimeter? Nou, daarvoor ga naar menti.com. En als je dat kan je op je telefoon doen, of op een tweede scherm, maar op je telefoon kan ook. En dan moet je een code invullen. En die code, als je die ingevuld hebt, krijg je een aantal vragen voorgeschoteld die je dan kunt beantwoorden. En de antwoorden op die vragen krijgen we meteen in beeld. Ik wilde eigenlijk nu het woord geven aan Marcel, onze voorzitter van vandaag. Marcel Belt. Yes, dankjewel Bas. Nou, iedereen ook welkom namens mij bij dit speciale webinar van de STOA. Over DNA-technieken. Mijn naam is Marcel Belt. Ik ben hoogheemraad, dus dagelijks bestuurder bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Mijn achtergrond is bioloog en in mijn portefeuille heb ik ook waterkwaliteit. En op die manier ben ik ook de afgelopen jaren in contact gekomen met DNA-technieken. Ik vind het een hele veelbelovende techniek, wat tijd, kosten kan schelen. Het kan vooral betere gegevens opleveren. En vandaar dat ik enthousiast reageerde toen Bas mij vroeg of ik dit seminar wilde voorzetten. Want vandaag worden we allemaal meegenomen in de wondere wereld van de DNA-techniek. En als het goed is, weet u na dit webinar dan ook wat DNA-techniek kunnen betekenen in het waterbeheer. En zoals Bas zei, vandaag is het echt een introductie met het thema. Dus vandaag zijn vooral bestuurders en beleidsmedewerkers uit de waterbranche uitgenodigd. Dat kunnen we denk ik straks ook wel even in de uitslag van de Mentimeter zien van hoe de verdeling is. Maar het is dus een kennismaking. En zoals Bas zei, vrijdag is er ook nog een verdiepende sessie. Voor iedereen die denkt van, hé, daar dan wil ik nog meer van weten. Dan is die mogelijkheid er ook om daar nog vrijdag op aan te sluiten. Wat is het programma voor vandaag? De kennismaking met de DNA-technieken. Dus we starten straks met enkele filmpjes en daarna een presentatie van Niels
schoffelen van Haskoning over DNA-technieken, het principe daarvan. Dan vervolgen we met 5 pitches van concrete toepassingen al, of onderzoeken daarnaartoe. En we sluiten af met een paneldiscussie over wat nou de belangrijkste uitdagingen zijn voor DNA-technieken. Dus dat is globaal programma, dat heeft u ook toegestuurd gekregen. Dan een aantal, zeg maar even, huishoudelijke mededelingen. Het verzoek is om uw geluid uit te houden tijdens deze sessie. En vragen te stellen in de chat. En na de presentatie zullen we dan een aantal vragen langs kunnen lopen om die beantwoord te krijgen. En dan, denk goed om te weten, er wordt een verslag gemaakt van deze sessie. En de filmpjes komen ook op de website te staan. En ik zie een vraag in de chat, wordt het opgenomen? Ik zie linksboven een rood bolletje knipperen, dus het antwoord daarop is ja. Wie daar eigenlijk problemen mee heeft, dan verzoek ik om je camera eigenlijk uit te zetten. Dat zijn dus even de spelregels voor vandaag. Het is een mooi vol programma, dus ik zal af en toe ook wat streng zijn. Maar we beginnen nu eerst even naar te kijken wat er uit de eerste Mentimeter vraag gekomen is. Michelle, kan jij dat laten zien? Ja, daar komt hij al. Ja, de eerste vraag was, waar ben je werkzaam bij? Nou, we zien veel mensen vanuit een adviesbureau, zelfstandigen. Oh, kijk, er komt nog een bolletje bij. Laboratorium. Hier moet ik even mijn boxje voor schuiven. En inderdaad, het waterschap en de Rijksoverheid. En dan anders. Oké, dat is het publiek die we hebben. Ik vermoed dat niet iedereen hem ingevuld heeft. Dus wie dat nog niet gedaan heeft, doe dat graag nog even. En dan de volgende vraag, Michelle. Ja, dat is de vraag, welke van de opties past het beste bij u? Nou, daar zie ik duidelijk een clustering. Ik heb van DNA-technieken gehoord en ben benieuwd naar de toepassing. Dus veel mensen inderdaad vragen over, ja, wat kan je er nou mee doen? Nou, ik denk aan het goede adres hier. Ik ben op de hoogte van toepassingsmogelijkheden. En even kijken, sommige mensen kennen zelfs de achtergrond van de techniek. Nou, tegen die zou ik sowieso zeggen, sluit vrijdag ook aan. En dan gaan we door naar de derde vraag. Waar bent u het mee eens? Op links. DNA-technieken bieden de mogelijkheid het watersysteem beter te begrijpen. Nou, mogelijk is dat aan het eind van deze sessie nog zo, of nog veel steviger. En DNA-technieken vormen nu al een waardevolle aanvulling op andere monitoringstechnieken. Kijk, dat is een mooie start. Verder ook nog wat andere vragen natuurlijk. Nou ja, deze nemen wij mee en dat helpt ons ook om sessies in de toekomst nog beter te maken. Voor nu wil ik graag starten met het programma. En zoals gezegd gaan we naar enkele filmpjes en daarna naar een toelichting van Niels Schoffelen van Haskoning. Deze video gaat in op de diverse methoden die gebruikt worden bij de genetische biomonitoring. Environmental DNA, eDNA, is het achtergelaten DNA van de organismen die in een bepaald milieu leven. In een watermonster kan dit DNA afkomstig zijn van diverse bronnen. Micro-organismen, zoals virussen, bacteriën en plankton, kunnen in een eDNA-monster in hun geheel aanwezig zijn, terwijl DNA van meercellige organismen komt van losgelaten DNA, vervellingen van insecten en huidcellen van vis en amfibieën. DNA-concentraties in een monster zijn vaak te laag om betrouwbaar geanalyseerd te kunnen worden. Daarom worden kenmerkende stukjes van het DNA vermeerderd via een zogenoemde PCR-reactie. Dit is een enzymatisch proces waarbij korte DNA-fragmentjes, de zogenoemde primers, worden gebruikt om de vermeerdering van een uniek, specifiek deel van het DNA in gang te zetten. Het vermenigvuldigde DNA wordt vervolgens afgelezen in een proces dat sequencing wordt genoemd.
De aldus bepaalde volgorde van de bouwstenen van het DNA in dit specifiek vermenigvuldigde stukje, ook wel de DNA-barcode genoemd, kan nu worden gebruikt om een organisme te identificeren door deze te vergelijken met een bestaande DNA-referentiedatabank voor dit stukje van het DNA. Moderne technieken, zoals Next Generation Sequencing, NGS, maken het mogelijk om miljoenen DNA-barcodes van meerdere soorten tegelijk af te lezen. Dit noemt men DNA-metabarcoding. Op die manier kunnen soortgroepen of zelfs gemeenschappen die indicatief zijn voor de waterkwaliteit worden geanalyseerd, zonder dat ze fysiek verzameld hoeven te worden. In deze video laten we zien waar in het waterbeheer DNA-technieken toegepast kunnen worden. DNA-technieken zijn gevoelig. Vissen, amfibieën of muskusratten kunnen snel opgespoord worden. Ook waterinsecten, algen en bacteriën kunnen met deze techniek waargenomen worden. Voor het monitoren van zwemwater worden DNA-technieken getest die ter plekke kunnen worden toegepast voor het bepalen van de hoeveelheid fecale bacteriën en blauwalgen. Dit gaat veel sneller dan met de nu gangbare technieken, waarbij het 1 tot 2 dagen duurt voordat resultaten zichtbaar zijn. Door gebruik te maken van de techniek metabarcoding kan een betrouwbaar beeld verkregen worden van de hele onderwaterlevensgemeenschap. Door gebruik te maken van deze techniek is het vaak niet meer nodig om tijdrovende of invasieve bemonsteringstechnieken, zoals het vangen van vissen of aquatische macrofauna, uit te voeren. Afvalwater afkomstig van ziekenhuizen, huishoudens en boerderijen kan antibiotica-resistente bacteriën of sporen van antibiotica bevatten, waarvan voorkomen moet worden dat deze in het water terechtkomen. DNA-technieken kunnen helpen bij het vroeg opsporen van de bronnen. Lekkage van afvalwater naar grondwater en oppervlaktewater kan grote gevolgen hebben voor het milieu en de waterkwaliteit en kan de ecologie ontwrichten. Door het inzetten van DNA-technieken kan de bron van de lekkage bepaald worden en kan de invloed op het ecosysteem gemeten worden. Dat versnelt de opsporingsprocedure. Kijk, dat was even voor de intro. En dan gaan we gelijk door naar Niels. En jij gaat even je scherm delen. Ik ga mijn scherm delen. Daarvoor. Goed is. Share. Nu. Als het goed is, staat de slide er nu op. Hij mag iets groter. Oh, daar komt hij. Help. Ja. Oké. Nou, ik ben redelijk vroeg in het programma. Maar ik denk dat we toch nog steeds een beetje hoog overgaan over die technieken en dat later ook echt de aanbieders van de DNA-technieken nog heel erg de details in kunnen gaan. Wat ik denk in dit praatje ga vertellen is eigenlijk dat we afgelopen jaar de kans hebben gehad van STOA om een DNA een visie te ontwikkelen hoe DNA-technieken nou het beste kunnen worden toegepast in het waterbeheer. En dat heb ik gedaan als adviseur uit waterbeheersecoloog. Ik ben bij Royal Haskoning DFV. Met ook wat ervaring met het toepassen van DNA-technieken. Dus ik wil je daar graag in meenemen wat we daaruit hebben gehaald. Nou, misschien even belangrijk om mee te beginnen, dat we, als je over DNA-technieken praat, is dat niet één techniek. En eigenlijk horen ze bij een wat grotere familie van technieken. Die zitten eigenlijk in de, wat noemen we ze dan, de moleculaire gereedschapskist. Nou, daarin zitten technieken als proteomics, dan ga je naar eiwitten kijken in bijvoorbeeld een monster. Je kunt ook naar, in plaats van het DNA, naar het RNA gaan kijken. En binnen DNA-analyses kun je kijken naar bijvoorbeeld functionele genen. Kan een organisme nitraat verwijderen bijvoorbeeld. Dat zou dan een kenmerk kunnen zijn die uit het wat meer vertelt over een watersysteem. Maar je kan ook met een specifieke barcoding een specifieke soort identificeren. Of wat je net ook hoorde in het filmpje met metabarcoding, veel meer naar die hele levensgemeenschap kijken. En wat belangrijk is, is al deze technieken samen, die hebben een paar parallellen. Ze zijn makkelijk opschaalbaar, relatief kostenefficiënt. Ze ontwikkelen zich nog steeds heel, heel snel in de wetenschappelijke wereld. En eigenlijk zijn we de afgelopen jaar, en we leven eigenlijk best wel een uniek jaar, met de corona ook, de meeste van ons zijn ermee in aanraking gekomen met een moleculaire techniek. Ik weet niet of mensen een hand willen opsteken, maar wie is er allemaal een PCR-test ondergaan om te kijken of ze met corona besmet waren? En dat is misschien een beetje een verrange manier, maar ik zie Joep de Koning al een hand opsteken. Maar het is misschien een beetje een verrange manier, maar het laat wel zien dat
dat je deze technieken heel snel kan opschalen en dat ze relatief kostenefficiënt kunnen worden ingezet. Dit is een foto van Amersfoort, bij mij om de hoek, waar je nu ook commerciële coronatest kan doen. Nou ja, je kan voor €40 kan je even kijken van, nou, heb ik corona? Eigenlijk een specifieke PCR-test. Een vergelijkbare zijn dus die technieken ook voor in het waterbeheer. Nou, om even terug te komen bij die STOA-visie die we hebben uitgevoerd. Die hebben we eigenlijk voor alle domeinen gedaan van het waterbeheer. Dus we hebben ook gekeken naar afvalwatersystemen, de waterketen en de waterweren. Maar we beperken vandaag ons specifiek op het watersysteem, het oppervlaktewater. En daarvoor hebben we ook een enquête uitgevoerd waarbij 33 watersysteembeheerders hebben deelgenomen van 18 verschillende waterschappen. En een van de eerste vragen die we toen stelden was dat wordt nu de huidige monitoring die je hebt, dus nog even niet gekeken specifiek naar DNA-technieken, wat is daar nou het doel van? Nou, dus eigenlijk vooral zeggen waterschappers, we willen inzicht krijgen in ons watersysteem, ook in de trends en de processen die plaatsvinden, en dan vervolgens ook handelingsperspectief ontwikkelen, hoe kunnen we dat systeem verbeteren? En eigenlijk zijn ze heel tevreden dat dat hun hoofdfocus is, en dat ze dat ook in de toekomst graag willen behouden. Wat wij zelf opvallend vonden, is volgens mij steken we ook al met z'n allen heel veel tijd en energie aan de monitoring van de KRW. En eigenlijk willen we in de toekomst daar de min mogelijk prioriteit aan geven. En het zou eigenlijk de mooiste situatie zijn als we de KRW-monitoring, de officiële kaderrichtlijn watermonitoring naar Europa, eigenlijk met één druk op de knop zouden kunnen doen, in plaats van dat heel veel tijd, energie en geld met zich meebrengt. Dus we hebben ook nog even verder gepraat over hoe zien we nou de huidige monitoring en wat kunnen we daar nog in verbeteren. Nou, eigenlijk zijn we met de huidige monitoringstechnieken van bijvoorbeeld het monsteren van macrofauna en vis relatief vertrouwd en vinden we ook dat die betrouwbare informatie geven. Wel hebben we soms de kosten zijn soms relatief hoog ten opzichte van de informatie die we krijgen, maar dat wordt ook niet uitsluitend door de waterbeheerders gezien dat is ook een reden dat we misschien meer moeten investeren überhaupt in de biologische monitoring. En wat een ander punt was, wat ook erg opviel, is dat eigenlijk de frequentie van monitoring is voor veel locaties wordt dat nu als te laag gezien om een goed beeld te krijgen wat er gebeurt. Bijvoorbeeld waterbeheerders die te maken hebben met vooral stromend water, bijvoorbeeld in het oosten van het land, in het zuiden van het land, bijvoorbeeld in beken, die merken dat ja, een monster één keer in de maand nemen, als een beek flink stroomt, ja, na iedere paar minuten is het waterkwaliteit totaal anders. Dus een hogere frequentie monitoring is heel relevant voor ons. Nou, we hebben ook nog even een wat open vraag gesteld van wat zijn nou de belangrijkste thema's waar je denkt, nou, de komende tijd, daar moeten we echt als waterbeheerders meer inzicht in krijgen. En daar kwam onder meer het bepalen van wat is nou de impact van bestrijdingsmiddelen en medicijnresten op de biodiversiteit. Wat is de impact van effluent, van een waterzuivering nou op het aquatisch milieu? Kunnen we dat beter inzichtelijk maken? En kunnen we ook exoten sneller opsporen? Zijn specifieke doelsoorten aanwezig? Dat is heel belangrijk om gevoel krijgen bij het ecosysteem. Daarnaast een beetje een andere categorie van vragen. Gaat ook vooral over waterkwaliteit om daarin te kunnen zwemmen. Steeds meer gemeenten die komen met de vraag, we willen graag een city swim organiseren. En dan wordt er aan waterschap gevraagd, ja, kunnen we daar wat mee? Is het water veilig genoeg? Ja, dan moet je eigenlijk heel secuur en heel kort erop kunnen aantonen, is de waterkwaliteit in orde? En ook gewoon bij zwemlocaties willen we gewoon beter inzicht krijgen in de waterkwaliteit. Nou, uit onze visieanalyse kwam ook wel dat we eigenlijk al voor de zwemwaterbeoordelingen hebben we eigenlijk al heel veel pilots uitgevoerd, waarin we kijken naar bijvoorbeeld met PCR-technieken het aantonen van ziekteverwekkers. Ook een inzicht krijgen van blauwalgen en de hoeveelheid die er aanwezig is. En volgens mij is KWR momenteel ook bezig met een project om DNA-analyses zeg maar op locatie uit te voeren. Dat je eigenlijk maar na een aantal uur nadat je monster hebt genomen van het water, eigenlijk dan ook al weet, is de waterkwaliteit in orde. En je zou kunnen zeggen, we hebben daar al zoveel kennis op gedaan. Volgens mij ontgroeien we ook het punt van dat we pilots uitvoeren. Nou, misschien kunnen we dit ook in reguliere monitoring gaan toepassen. Bij het beoordelen van ecosystemen en ecologische impactbeoordelingen ligt dat wat
complexer. En ik denk wat belangrijk, wat ik wil meegeven in dit praatje, is als het gaat over de huidige monitoring ten opzichte van DNA-technieken, is dat je met een fundamenteel ander type data gaat werken. De ene zijn het tellen van individuen, zoveel vissen, zoveel macrofauna. En de andere zijn eigenlijk kwantitatief het in beeld brengen van DNA-moleculen. En dat is dus een heel andere wereld en die kun je niet zomaar compatibel aan elkaar maken. Het geeft je nieuwe inzichten, maar het is niet één op één een vervanging van de ene op de andere methode. Wat je wel zou kunnen zeggen, is dat DNA-technieken daardoor wel een veel completere afspiegeling geven van de biodiversiteit, ondanks dat je niet die grotere biodiversiteit terugziet. Hier twee figuren, wat je dan ziet als mensen DNA-technieken als metabarcoding toepassen. Je ziet dan dat je bepaalde soorten gaat identificeren die indicatief zijn voor bepaalde vervuilingconcentraties. En daarmee krijg je ook nieuw inzicht van hoe reageert nou mijn ecosysteem op vervuiling. Daarnaast kun je nog op een wat hoger abstractieniveau gaan zitten. En kan je kijken puur met een DNA-techniek van wat was nou de soortenrijkdom, de biodiversiteit in mijn monster. En dan hier in blauw is aangegeven bovenstrooms van een RWZI. En hoe ziet het er dan uit benedenstrooms van een RWZI nadat het water, het effluent in het water is terechtgekomen. En is dat die impact op biodiversiteit aanvaardbaar? Een ander punt, ook uitgevoerd door Naturalis, een mooi onderzoek, is ook dat wat we vinden is dat in de huidige EKR-scoremethodiek, die we toepassen voor de KRW-beoordelingen, zien we dat we nu zowel de abundantie van soorten meetellen. Dus we tellen het aantal individuen in onze beoordelingen. Maar wat we merken is dat eigenlijk de aanwezigheid of afwezigheid van een soort voldoende is om min of meer bij dezelfde EKR-score uit te komen. En dit geeft dan ook ruimte om bijvoorbeeld een DNA-techniek in te zetten binnen beoordelingsmethodiek. En wat ook belangrijk is om te weten, is toen we deze vraag ook voorlegden bij de waterschappers, is dat we er best wel voor openstaan om te gaan herijken van de KRW-methodiek nog wel toepasbaar of kan daar een nieuwe techniek als DNA-technieken aan worden toegevoegd als we die methodiek iets aanpassen. Nou, even samenvattend onze eindbevindingen is denk ik dat DNA-technieken sluiten gewoon goed aan bij verschillende vragen waar waterschappen momenteel mee worstelen. Maar wel belangrijk is om te weten dat we met de toepassing van DNA-technieken wel een nieuw paradigma hebben aan wat voor informatie we krijgen en wat ons beeld is van hoe we daar naar kijken. En dus dat komt dus omdat we met een nieuw type informatie te maken hebben, maar daarmee kunnen we ook wel nieuwe inzichten krijgen in onze watersysteem. En ik denk dat het belangrijk is dat we moeten zorgen dat waterschappers dit niet alleen maar aangeleverd krijgen van een aanbieder van de DNA-technieken, maar ook gaan participeren in hoe werken nou die DNA-technieken? Wat betekent dit nou voor mijn watersysteem? En heb ik daar ook vertrouwen in? En wat goed is om te weten is dat velen van jullie die enquête hebben ingevuld ook geenthousiast zijn om deel te gaan nemen aan een DNA-basiscursus. Verder zien we ook wel dat we momenteel veel pilots hebben uitgevoerd, maar wat we ook hebben geleerd, misschien een beetje op een wrange wijze, maar in de coronatijd dat je het opschalen van DNA-technieken of van die moleculaire technieken heel makkelijk gaat en dat je dan ook die kostenefficiëntie, dat je daar ook het profijt van gaat merken. Dat we nu op pilotschaal zitten, profiteren we daar nog niet van, maar dat we echt moeten gaan nadenken hoe kunnen we naar opschaling, zodat we van die schaalgrootte ook het profijt gaan krijgen dat de kosten omlaag gaan, dat we beter gestandardiseerd zijn, dat we beter data met elkaar kunnen gaan uitwisselen. En ik denk dat we daarbij moeten erop letten dat huidige regelgeving ons niet moet beletten om nieuwe innovaties, of het nou DNA-technieken zijn of andere methodieken, te proberen in te gaan passen in onze reguliere monitoring. Dat was mijn verhaal. Ik kan je niet horen, Marcel. Volgens mij sta je nog op mute. Ja, dat heb ik niet zelf gedaan. Maar dank dat je... dank je wel, Niels. Ik zie nog geen vragen in de chat. Dus in ieder geval denk ik dat je een heel helder verhaal hebt neergezet.
Ik heb zelf nog wel twee vragen, dus ik pak dat moment gewoon even. Want jij zegt eigenlijk, ja, DNA-technieken die sluiten heel goed aan bij de vragen die een waterschap heeft. En nou ja, je hebt dat uitgebreid toegelicht natuurlijk. Maar wordt het nou genoeg toegepast naar jouw idee op dit moment? Nou, ik denk dat we... er zijn heel veel voorbeelden, dat is ook even in het rapport dat wij hebben geschreven voor die STOA-visie, zijn eigenlijk heel veel voorbeelden van pilots. We gebruiken DNA-technieken om bijvoorbeeld te kijken naar, sijpelt er water vanuit een RWZI naar het grondwater. We kijken naar het doorwerken van, we sporen er muskusratten mee op. We kijken of we... rivierkreeften ergens kunnen worden aangetroffen. Dus we doen het al op veel plekken, alleen het is nog heel erg gefragmenteerd in pilots. En wat je misschien zelfs kan denken, is een DNA-monster. Het mooie van is, alle levende organismen hebben DNA. En het is, je stuurt een muskusrattenvanger stuur je op pad om wel het DNA te gaan vinden van een muskusrat, maar als hij dan toch het hele watersysteem doorgaat, waarom neemt hij niet met... kan hij eigenlijk uit datzelfde DNA-monster... kunnen we ook naar de verdere biodiversiteit kijken. Dus ik denk dat er veel kansen zijn om met elkaar samen te werken en ook toe te werken naar dan opschaling van die technieken, zodat ze ook steeds meer impact gaan maken op het inzicht van op het watersysteem. Ja, dus eigenlijk zeg je... We hebben al genoeg, of we zijn die pilotfase voor een aantal facetten al echt wel voorbij. Nou, straks gaan we. Dat we daar dicht tegenaan zitten, ja. Ja, dus we kunnen al naar reguliere, dat het dat onderdeel wordt van het reguliere, nou ja, de monitoringkit. En ik zie een vraag in de chat van Marlea Wagelmans. Die heeft ook met die opschaling te maken. En die zegt. We zouden daarmee een kostenvoordeel ook halen. Ja. En nou een beetje de kosten waar je aan moet denken bij, nou ja, laten we eens zeggen, de toepassing van zo'n techniek, wat je net noemde, dat je die muskusratten vanger ook dit laat doen. Ja, en voor metabarcoding, een idee daarvan te krijgen, vaak zo'n monster... voor een lab om dat te analyseren, dan zijn de kosten ook zo rond tussen de 50 à 100 euro. En dat is al best een uitgebreide analyse heb je dan. Maar ik denk, in het DNA-monster, de kosten zitten zowel in het DNA-monster nemen, dus je moet iemand op pad sturen. Daarna eigenlijk extractie en dan het DNA analyseren, dan heb je het monster. En dan vervolgens ook... er chocola van maken, van wat betekent dit voor mij? Bijvoorbeeld bij metabarcoding komt er heel veel informatie op je af. Dus je zou je kunnen beperken van ik wil alleen maar naar muskusratten kijken. Dan heb je volgens mij een redelijk straightforward aanpak. En zijn de kosten en wat voor informatie je krijgt heel overzichtelijk. Wil je wat breder naar dat systeem gaan kijken, dan moet je ook wat gevoel gaan krijgen. Wat betekent die informatie? En dan zit je dus ook aan de analysekant waar je tijd en dus ook geld in moet investeren. En dus op die terrein is het lastiger. Ik denk wel bijvoorbeeld met het aantonen van ziektekiemen bij bijvoorbeeld zwemlocaties. Ja, dat is meer straightforward als een PCR-aanpak. Daar zijn we gewoon veel verder om dat op grotere schaal te gaan toepassen op meerdere locaties. Ja, maar ik neem aan dat jullie, maar ook andere aanbieders van deze techniek ook redelijk in een beginfase kunnen aangeven als een vraag is van... waar gaat het kostenplaatje dan ongeveer naartoe? Nou, wat ik misschien belangrijk vind om te vertellen is dat wij geen aanbieder zijn van DNA-technieken. Ik denk als Roy Haskoning DFV proberen wij eigenlijk vooral te kijken... waarbij zijn nou de waterschappen gediend aan nieuwe inzichten... en zijn welke techniek zou daar het beste bij helpen? En daarin proberen wij ons vooral... zo onafhankelijk mogelijk te adviseren en te kijken, ja, dit lijken de beste methodieken en ook de aanbieders zijn deze bijvoorbeeld. Maar ik denk dat dit goede vragen zijn voor zometeen echt de aanbieders van de methodes om daar wat meer inzicht in te geven. Oké, duidelijk. Dan nog één. Jij zegt, we moeten voorkomen dat regelgeving gebaseerd op oude technieken innovatie in de weg staat. Waar kun je daar een voorbeeld van geven en wellicht wat wij daaraan kunnen doen? Ja,
Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het blauwalgenprotocol voorziet nu niet in het toepassen van DNA-technieken om te monitoren, zijn er blauwalgen aanwezig. Dus dan is dat denk ik een onderwerp waarvan je kan kijken van ja, er zijn nieuwe technieken, misschien niet alleen DNA, die daar voor een aanmerking komen, daar moeten we ruimte voor creëren. En ja, neem dan de proef op de som, zou ik zeggen. Ja, is dat regelgeving die van het Rijk met name komt? Of? Daarover vraag je me even precies waar dat dan ligt. Daar gaan we nog over doorpraten. Voor nu, dank je wel voor deze aftrap en je onderzoek van de afgelopen tijd. En dan gaan wij door naar een vijftal voorbeelden van concrete voorbeelden van toepassingen van DNA-technieken in het waterbeheer. Dat zijn vijf korte pitches. Die zijn achter elkaar opgenomen en die komen zo achter elkaar langs. Dat is een pitch van Berry van der Hoorn van Naturalis. Jelger Herder vanuit Ravon. Manfred Wienhoven van Ecoris. Jolien van den Berg van Delfland. En Suzanne Solly van Touw. En ook hier volgen we dezelfde principe. De filmpjes komen langs. En daarna hebben we een moment om vragen aan de presentatoren te stellen. Ik zou zeggen ja. Dankjewel. Hallo allemaal, ik ben Berry van der Hoorn. Ik werk bij Naturalis als projectleider en als onderzoeker. En ik hou me daar al 10 jaar bezig met projecten op het gebied van DNA barcoding en environmental DNA. Je ziet me hier afgebeeld voor de publiekswebsite van Naturalis met een mooie monsterhengel in mijn arm met een spuit erop om DNA-monsters te verzamelen. En ik heb mezelf weer een citaat in de mond gelegd dat een DNA-bibliotheek een belangrijke voorwaarde is voor genetische biomonitoring. En zo is het ook. Vergelijk het met een vogelgids. Als er vogels in ontbreken of de namen van de vogels staan verkeerd, ja, dan gaat je vogeltelling ook niet helemaal goed. En zo werkt het met genetische biomonitoring dan ook. En daar gaat mijn pitch over. Je ziet hier een collega van me van de Universiteit Leiden. Hij neemt met zo'n spuit een watersample. En op basis daarvan kunnen wij dus heel goed kijken ja, wat er allemaal leeft in het water. Wat is nou de biodiversiteit? We kunnen kijken naar de primaire producenten, dus kiezelwieren, fytoplankton. We kunnen kijken naar consumenten, zoals macrofauna en de laag erboven, de vissen. En we kunnen ook nog eens kijken naar de reducenten, de bacteriën die al het organisch materiaal weer afbreken. Nou ja, we kunnen dus eigenlijk een snapshot krijgen van de complete biodiversiteit van alle communities, de totale leefgemeenschap die er leeft. Maar het gaat niet zomaar zo'n waterfles nemen naar het lab. We halen daar al organisch materiaal eruit, halen daar weer het DNA uit. Dat gooien we door zo'n sequencer heen en dan krijg je een aantal losse DNA-profielen. Dan hebben we dus een hele bulk met allerlei profielen van DNA wat in het sample heeft gezeten. Maar dan weten we nog niet exact wat dat geweest is. Dat weten we pas als we die sequenties vergelijken met een DNA-bibliotheek. En dan pas weten we welke soorten er nou exact daar in het water hebben gezeten. Zie daar het belang van die bibliotheek. Nou, hier zie je een stukje van onze bibliotheek. Dus wij hebben de afgelopen 6 jaar hebben heel veel waterorganismen verzameld met heel veel experts in het veld, vrijwilligers, taxonomen. De grotere beesten die spelden we op en die stoppen we in zo'n lada's linksboven en die gaan zo de collectie in van Naturalis. De kleinere beesten, en dat zijn er veel, dat zijn bijvoorbeeld watermijten en dansmuggen. Ja, die prepareren we netjes op van die preparaten zoals je linksonder ziet en die gaan ook de collectie in. Alles wordt netjes gefotografeerd. En uiteindelijk ook gewoon in een database gepubliceerd. En dit is een stukje van het resultaat van de afgelopen jaren. Dit is alleen maar de macrofauna. En inderdaad, je ziet hier ongeveer wat het succes is. Je ziet hier verschillende groepen, kevers, dansmuggen, watermijten. Dit zijn alleen maar de soorten overigens die relevant zijn voor de kaderrichtlijn water. Dus niet alle soorten in Nederland, maar alleen maar degene die op de maat laten staan voor de kaderrichtlijn water. En dan zie je bijvoorbeeld van de kevers dat we een fors deel zelf hebben verzameld. Dat we ook een deel hebben gehaald van publieke databases, zoals BOLT. Dat is dat rode stukje. Daar moet je wel heel goed opletten, want veel van de data die erop gepubliceerd is, die klopt gewoon niet. Identificaties zijn incorrect, bijvoorbeeld. Ofwel, het komt niet overeen met de namen die wij hanteren. In Nederland hebben wij onze eigen taxonomie voor de kevers. Die sluit niet aan op de internationale taxonomie, zoals die op BOLT wordt gebruikt. Dus je moet heel veel kwaliteitscontroles nog doen voordat je die data kunt gebruiken.
Maar goed, in zijn totaliteit kun je zien dat we 80-90% van alle macrofauna-soorten van de kaderrichtlijn water wel in onze bibliotheek hebben, wat dus heel goed is voor genetische biomonitoring. De komende jaren willen we nog verder gaan. Dit is het project ARISE. Dat is een groot project. We hebben daar een aantal miljoenen voor gekregen om een kennisinfrastructuur te bouwen voor sneller en beter identificeren van de Nederlandse biodiversiteit. En dat gaan we doen met behulp van genetica, met beeld- en geluidherkenning. Nou, voor die genetica willen we die bibliotheek dus uitbreiden. De afgelopen 10 jaar heb ik 20.000 specimens verzameld, 20.000 planten en dieren, waarvan we die DNA-profielen hebben gebruikt in onze bibliotheek. Voor de komende 10 jaar willen we eigenlijk 500.000 specimens gaan verzamelen. Niet dat we zoveel soorten hebben in Nederland, maar van elke soort willen we er ook meerdere hebben. En we denken dat het niet meer goed gaat om het stuk voor stuk te gaan doen. Dus we willen veel meer vallen gaan opzetten, zoals je rechtsboven ziet. Zo'n val die we boven het water hangen, waarbij we al uitvliegende muggen verzamelen. Malaise vallen, waarmee we allerlei bestuivende organismen, maar ook vliegende kevers voor een deel kunnen verzamelen. En we willen veel meer in gesprek gaan met de waterschappen en de waterlabs. Dat zie je daar rechtsonder, zodat we gebruik kunnen maken van hun collecties. Rechtsonder is namelijk de collectie van Rijnland en dat ligt bij Aquon. Heel veel soorten zijn natuurlijk al verzameld of worden nog steeds actief verzameld voor monitoring. En wij willen daarvan gaan aftappen, vragen of wij inderdaad daar die soorten kunnen gebruiken voor in onze collectie en voor de opbouw van de referentiebibliotheek. Dus we kunnen dit niet alleen doen, we hebben daar heel veel hulp bij nodig. Alle hulp is welkom. Dus ik kom nog wel in gesprek met een aantal van u. Nou, de belangrijkste boodschap van mijn presentatie is dus inderdaad van die bibliotheek is van vitaal belang om genetische biomonitoring betrouwbaar uit te kunnen voeren. Welkom allemaal, mijn naam is Jelger Hedder, ik werk voor Raven en ik geef een korte pitch over de monitoring van soorten met eDNA. In Nederland is het allemaal begonnen met de grote modderkruiker in 2011. Eigenlijk richtte de eerste toepassing van eDNA-onderzoek zich vooral op beschermde soorten en exoten. In 2014 hebben we samen met Waterschap Rivierenland een groot onderzoek gedaan naar de trefkans van eDNA voor de grote modderkruiper. Daarvoor zijn er 48 wateren bevist met elektrovissen en ook parallel met eDNA bemonsterd. In 9 wateren werd de grote modderkruiper ook werkelijk gevangen. En in maar liefst 24 wateren tonen we de soort aan met eDNA. Dit laat enerzijds zien dat we een 3 keer hogere trefkans hebben grofweg met eDNA. Maar anderzijds laat het ook iets zien wat we al wisten. Dat de grote modderkruiper met traditionele methoden gewoon heel moeilijk te vangen is. Waardoor we ook een heel onvolledig beeld hadden van waar de soort zat en de moeilijke rekening mee. Gelukkig hebben we de afgelopen jaren samen met heel veel waterschappen en ook provincies hebben de grote modderkruiper heel goed in kaart kunnen brengen. Er zijn meer dan 1000 eDNA-monsters genomen. Zwarte stippen en je ziet de rode stip is waar de soort ook werkelijk is aangetroffen. Het geeft ons de mogelijkheid om ook beter rekening te houden met de soort in beheer. Een tweede toepassing is de vroege signalering van exoten. Bij exoten is het altijd van groot belang om een soort heel vroeg te detecteren. Want als hij dan nog in kleine dichtheden aanwezig is, dan kun je hem nog wegvangen. En dan zijn het nog relatief lage kosten. Terwijl als een soort wijd verspreid is, is het erg duur om hem nog weg te vangen. Een eDNA kan daaraan bijdragen door een zeer hoge detectiekans. Een kleine case study is hier de eDNA meterbarcode, dus de hele soortenlijst vissen. Daar hebben wij in de Aastrang gedaan in 2014. En toen toonden wij zwartbekgronden aan, wat eigenlijk onverwachts was, want de Aastrang is niet vrij optrekbaar vanuit de rivieren. Althans toen nog niet. Navraag leerde ons dat in Duitsland sportvissen ze waarschijnlijk hadden uitgezet als aasvis. En 2 jaar later werd het ook bevestigd in de gewone monitoring dat er volop zwartbekgronden zat. Dus dit laat eigenlijk de kracht van de eDNA methode zien voor de vroege signalering. Het laatste project dat ik wilde aanstippen is eigenlijk ons grootste project waar we mee bezig zijn. Dat samen met de STOA en heel veel waterschappen werken we om te kijken of we met eDNA meterbarcoding, dus de soortenlijst vissen, kunnen gebruiken als toepassing voor de kaderrichtlijn waterbemonstering en EPR-score beoordelen. We hebben de afgelopen jaar hebben we in ruim 80 waterlichamen, hebben we parallel met de kaderrichtlijn waterbemonstering, dus met zegens en elektrovissen, hebben wij eDNA-monsters verzameld zodat we de resultaten kunnen vergelijken. En in dit jaar gaan we de resultaten vergelijken. Dat gaan we doen door de eDNA-data in de maatlatten te gieten. En dat heet dan renoveren. Dat is de eDNA-data in de huidige maatlatten gieten. Om te kijken of we tot dezelfde scores kunnen komen. We hebben in de dataset de hele gradiënt van EKR-scores. Van goede kwaliteit tot slechte kwaliteit. En we hebben ook alle verschillende watertypes in de dataset zitten. Na eerste instantie gaan we dus daarnaar kijken. Mocht dat niet lukken, dan gaan we ook kijken of we vanuit de eDNA-data suggesties kunnen doen.
parameters die voorspellend zijn voor de juiste EKR-score, zodat we eventueel de maatappen kunnen herbouwen, wat natuurlijk veel meer werk en tijd zou kosten. Dit was in het kort mijn pitch. In het huidige waterkwaliteitsbeheer in Nederland nemen systeemanalyses een belangrijke rol in. We denken dat we al heel veel weten over het onderwaterleven. En tot op zekere hoogte is dat ook zo. Maar er zijn ook nog belangrijke vragen. Systeemanalyses stellen de waterbeheerder in staat om niet alleen te kijken van hoe de situatie met betrekking tot de waterkwaliteit is, maar hopelijk ook meer te begrijpen waarom de waterkwaliteit zo is zoals die is. En dat laatste is natuurlijk enorm belangrijk. Want alleen een goed inzicht in de onderliggende processen zorgt er ook voor dat de maatregelen die we nemen ook effectief zullen zijn. Een relatief jonge en veelbelovende innovatie op het gebied van watersysteemanalyses is eDNA voedselwebanalyse. Een op DNA gebaseerde techniek die uitgaat van eigenlijk een heel simpel basisgegeven. Namelijk het gegeven dat alle leven, boven water of onder water, DNA-sporen achterlaat. Met eDNA voedselwebanalyse kunnen we die DNA-sporen meten. Met één watermonster kunnen we daarmee vrijwel het totale onderwaterleven blootleggen. Een vingerafdruk geven, als het ware, van het leven onder water. Maar belangrijker nog dan met eDNA voedselwebanalyse, we kunnen meten welke soorten voorkomen. Of het nou vissen zijn, algen of bacteriën. Het stelt ons ook in staat om verbanden daartussen te leggen. Op die manier ontstaat een steeds beter begrip van het functioneren van het voedselweb. En beter begrijpen is uiteindelijk ook de basis tot beter ingrijpen. In Nederland wordt op jaarbasis voor enkele tientallen miljoenen uitgegeven aan het monitoren van de waterkwaliteit. Het verder doorontwikkelen van eDNA voedselwebanalyse brengt in potentie belangrijke voordelen voor het waterkwaliteitsbeheer met zich mee. Daar waar waterbeheers in de huidige situatie met huidige technieken een zo goed mogelijk begrip van het watersysteem proberen te ontwikkelen, als basis voor het nemen van waterkwaliteitsverbeterende maatregelen, is dat begrip in veel gevallen nog onvolledig. Bovendien zijn de onderzoeken die worden toegepast kostbaar. eDNA voedselwebanalyse is nu al een verrijking van de huidige instrumentarium. Door het stellen van een diagnose van het watersysteem kan ook veel gerichter worden ingegrepen. Het is mogelijk om effectievere maatregelen in te zetten en daarmee dus ook te besparen op de uitvoering. De afgelopen 4 jaar zijn belangrijke stappen gezet met eDNA voedselwebanalyses. In samenwerking met een groep enthousiaste waterkwaliteitsbeheerders is in de praktijk ervaring opgedaan met de toepassing ervan. We weten hierdoor steeds meer. We leren de potentie van de techniek steeds beter kennen en we leren over het onderwaterleven. Stip aan de horizon is een techniek die goedkoper, sneller, integraler en betrouwbaarder de waterkwaliteit beoordeelt en analyseert dan met de huidige instrumenten kan. Maar zover is het nog niet. Er zijn nog belangrijke stappen te zetten in de ontwikkeling van de techniek. Hiervoor ligt een onderzoeksvoorstel. Dit gaat uit van het koppelen van praktijk, kennis en vraag aan een wetenschappelijk onderzoek. STOA faciliteert dit proces. Bent u geïnteresseerd geraakt? Neem dan vooral contact op en kijk zeker ook eens op de website van STOA. Dit was Manfred Wienhoven namens STOA. Hoi, mijn naam is Jorline. Ik ben beleidsmedewerker monitoring en wateradvies bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water. Met zo'n 1500 bedrijven heeft het glastuinbouw een grote invloed op de waterkwaliteit in ons gebied. Door intensieve samenwerking met de branche nemen lozingen en lekkages van gewasbeschermingsmiddelen en voedingsstoffen naar het oppervlaktewater weliswaar af, maar het gaat helaas nog vaak mis. Dat brengt onze doelen voor de waterkwaliteit en biodiversiteit in gevaar. Als we aan onze metingen zien dat er ergens iets lekt of er sprake is geweest van een lozing, lukt het ons niet altijd om de bron te vinden. Het nemen en laten analyseren van een watermonster duurt lang, is arbeidsintensief en duur. Daarom hebben wij in 2019 en 20 een pilot gedaan met eDNA. Het teeltwater dat in de sloot terechtkomt bevat naast reststof ook altijd sporen van het gewas, dus ook DNA. Als wij die kunnen herkennen, dan kunnen we zien of de bron is bij een paprikateler of bijvoorbeeld een tomatenteler.
Monsternamen voor eDNA is eenvoudig en de uitslag volgt op dit moment nog binnen enkele dagen. We hebben de methode nu getest op tomaat en paprika en willen ook uitbreiden naar andere teelten in ons gebied. Doel is om ook de analyse straks in het veld te kunnen uitvoeren, zodat we direct kunnen reageren. Met eDNA kunnen we dus de bron van de lozing en lekkage sneller en effectiever opsporen. En samen met de ondernemers aanpakken. Dat leidt tot een betere waterkwaliteit en daar profiteert iedereen van. Goedemiddag, mijn naam is Suzanne Solly en ik ben adviseur waterkwaliteit bij Touw. In deze pitch vertel ik kort hoe DNA-technieken bij kunnen dragen aan het in kaart brengen van risico's voor de volksgezondheid bij recreatie in en bij het water. Waterbeheerders zijn verantwoordelijk voor een goede waterkwantiteit. Dat betekent voldoende water en droge voeten. Ook zijn ze verantwoordelijk voor een goede waterkwaliteit, dus schoon water. Schoon water voor alle functies die bijvoorbeeld stedelijk water met zich meebrengt. Schoon water voor een goede ecologische kwaliteit, maar ook schoon water in het kader van volksgezondheid. Als mensen gebruik van het water maken, brengt dat wat gezondheidsrisico's met zich mee. Bijvoorbeeld door blauwalgen, fecale bacteriën als E. coli, zwemmersjeuk en botulisme. En wat kunnen mensen daar nu van krijgen? Diarree, misselijkheid, jeuk en in wat ergere gevallen lopen ze de ziekte van Bijl op door rattenurine of kunnen zelfs honden overlijden wanneer ze met blauwalgen in aanraking komen. In Nederland is er wetgeving die ervoor zorgt dat waterbeheerders een inschatting maken van het gezondheidsrisico voor zwemmers. Onder andere blauwalgen worden gemeten. Dat gebeurt nu met celtellingen door het op soort brengen van blauwalgen en het bepalen van biovolume met kentallen. Dit is handwerk omdat iemand door een microscoop moet kijken naar welke blauwalgen voorkomen en hoe groot deze zijn. Ook E. coli wordt gemeten, dus de fecale bacteriën. Dat gebeurt door een watermonster op een plaat te leggen en te kijken hoeveel kolonies zich vormen van de E. coli. Dit duurt enkele dagen voordat daar een uitslag is. Maar alle ziekteverwekkers bevatten DNA, dus daar kunnen we iets mee. Er vindt dan ook volop onderzoek plaats hoe DNA-technieken gebruikt kunnen worden om de risico's voor volksgezondheid in kaart te brengen. Ik licht hier twee projecten uit. De eerste is de ontwikkeling van een mobiele DNA-analyse, onder andere door Deltares, KWR en Orvion. In het veld kan direct een monster genomen worden en geanalyseerd op het voorkomen van ziekteverwekkers. Het voordeel hiervan is dat er een snelle detectie is en dat je dus direct kunt zeggen hoe de kwaliteit van het water is, in plaats van dat je 2 dagen moet wachten om te vertellen hoe het water eergisteren was. Dat is een groot voordeel voor handhavers die direct zwemmers kunnen informeren. Het voordeel van DNA-analyse is ook dat met 1 monster op meerdere ziekteverwekkers tegelijk getest kan worden. Deze techniek wordt nu ingezet bij evenementen, maar het heeft nog geen plek in de standaard analyseprotocollen van de zwemwaterwetgeving. Daar is het wel veelbelovend voor. Een tweede voorbeeld is het gebruik van DNA-technieken voor aantonen van blauwe algen. In 2019 hebben STOA en ook ILO onderzoek uitgevoerd door traditionele technieken te leggen naast DNA-analyse en toxine-analyse. Met de traditionele technieken wordt aangetoond of blauwe algen voorkomen en dan weet je of de soorten potentieel toxisch zijn, maar of ze daadwerkelijk toxinegenen hebben die toxines kunnen maken, dat is onduidelijk en daar draagt een DNA-analyse aan bij. Echter, hier zijn nog geen landelijke grenswaarden voor vastgesteld en nader onderzoek is nodig. Uit het onderzoek blijkt ook dat er voor blauwalgenanalyse meer potentie ligt in de analyse van toxines dan in DNA-technieken. Kortom, DNA-technieken bieden voor de volksgezondheid een snellere analyse, het voordeel dat er meerdere parameters tegelijk gemeten kunnen worden en dat er minder specialistische kennis nodig is. Maar er is ook meer onderzoek nodig, bijvoorbeeld om grenswaardes vast te kunnen stellen wanneer er wel en niet een gevaar is. Ook moet er landelijke overeenstemming komen over de te gebruiken technieken voordat het in landelijke protocollen opgenomen kan worden. En het onderzoek wijst ook uit dat het gebruik van DNA-techniek niet overal de beste keuze is. Ja, dank Berry, Jelger, Manfred, Jolien en Suzanne voor deze inspirerende voorbeelden.
Nou, volgens mij hebben we in een paar pitches te horen gekregen wat voor brede toepassing mogelijk is. En dan hebben we het alleen nog over de waterkwaliteit branche in feite. Maar wat mij opviel, het zijn allemaal maatschappelijke, actuele toepassingen waar dit nu voor gebruikt wordt. Of het nou de waterkwaliteit is in de KRW, waar we willen weten wat voor soorten er voorkomen. Of het nou de biodiversiteitsbescherming is. Maar ook de handhaving en opsporingskant. Als we het hebben, het voorbeeld van Jolien in de glastuinbouw. En natuurlijk het issue van de gezondheid. Van hoe kan je nou heel snel bij zo'n zwemwaterplas of bij een andere situatie weten wat er aan de hand is. Dus hele mooie toepassingen. En er zijn een aantal vragen gesteld in de chat. En er is ook al begonnen met de beantwoording daarin. En misschien is het goed om te zeggen dat ook deze alle vragen in de chat worden achteraf in het verslag opgenomen en de beantwoording komt daar ook in. Maar ik pik er toch voor nu even een aantal uit om hier centraal te beantwoorden. Kijk, daar zien we nog even de presentatoren. Alleen Suzanne moet er nog bij komen. Maar ik begin even met een vraag die Marleja Wegelmans gesteld heeft. En voor Berry van der Hoorn zou ik in eerste instantie maar even zeggen. En dat is de vraag, geeft de hoeveelheid DNA die je vindt een inschatting van de hoeveelheid organismen die aanwezig is? Misschien kan jij daarop ingaan, Berry. Ja, kort antwoord is nee. Dat ligt er een beetje aan hoe je hoeveelheid definieert, denk ik. Dus kijk, wat je kunt meten is DNA-concentraties, aantal DNA-fragmenten, die kun je gewoon tellen. Dus dat zegt, het zegt iets. Alleen het is slecht te relateren aan het aantal soorten. In sommige gevallen is het beter te relateren aan de biomassa. En de biomassa, ja, dat is een andere maat die we de biologie graag gebruiken voor allerlei onderzoek. Dat is ook een soort hoeveelheid. Er zijn alleen wel wat haken en ogen aan. Dus er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat de relatie tussen de biomassa van soorten en het iDNA wat je vindt vrij redelijk is. Er zijn andere onderzoeken die aantonen dat het soms wat lastiger is, afhankelijk van de techniek die je toepast. Bij vissen zijn een aantal goede voorbeelden. Bij andere groepen zijn soms weer wat mindere voorbeelden. Dus daar wordt echt nog aan gewerkt. Maar in algemene zin, als je gaat werken met bepaalde klassen, abundantieklassen, dan kun je een eindje ermee komen. Dus er zit iets in dat signaal, dat is heel duidelijk. Alleen we weten nog niet voor alle soortgroepen even goed hoe we dat nou moeten interpreteren. Dankjewel. Dan een vraag van Reinder Torenbeek. Hoe lang blijven sporen van soorten in het water aanwezig? Ik zag dat Jelger daar al in de chat ook een antwoord had opgegeven. En er kwamen ook al een paar reacties op. Maar misschien kan jij het antwoord hier herhalen en dan ook even het issue van de andere soorten naast vissen meepakken. Ja, wij werken natuurlijk voornamelijk aan vissen, amfibieën bij Ravel. Hè? En daarvoor zijn onderzoeken gedaan waarbij ze bijvoorbeeld vissen in een vijver hebben gezet en uiteindelijk de vissen ook weer uit de vijver verwijderd hebben, dan gemeten hoe lang is dat DNA dan nog te detecteren. Daaruit zag je eigenlijk dat er na één dag, twee dag was het al bijna afgenomen tot 1%. En na een maand was het helemaal niet meer detecteerbaar. Dat gaat dan echt om DNA dat vrij in het water opgelost zit. Als het om DNA zit dat in sediment zit, dus vast in de bodem, of er ligt een dode vis in je water, dan kan het natuurlijk veel langer DNA-sporen geven. Maar eigenlijk toont over het algemeen het aantonen van in ieder geval vissen DNA in het water, het toont echt recente aanwezigheid aan. En inderdaad, bij andere soortgroepen speelt het anders, met harde exoskeletten of, en zoals Krijn ook opmerkte, er zijn inderdaad ook factoren die afbraak van DNA versnellen of zelfs kunnen afremmen. Maar door de bocht genomen is het, ja, bij vissen DNA denk ik dat het na een maand wel weg is. Maar dat is natuurlijk ook een verschil in het type watersysteem dan nog. Of je inderdaad een stromend beekje hebt of een stilstaand polderwatertje. Kijk, daar speelt natuurlijk gewoon ook de verdunningsfactor mee. Hè? Als er heel veel water in zo'n rivier stroomt, dan wordt het enorm verdund. Dus zodra een vis dan weg is, dan wordt het water ook afgevoerd en verdund. Dus dan zal hij ook waarschijnlijk minder lang te detecteren zijn. Tenzij die vissen natuurlijk constant aanwezig zijn. Dan blijft er ook een constante bron waar die vissen zitten. Er zijn ook studies gedaan van hoe ver stroomafwaarts je die soorten nog kan detecteren. Dat volgt eigenlijk heel mooi de sedimentatiepatronen. Dat zijn heel veel studies van modellen van hoe snel of hoe ver komt bepaald sediment in rivieren. Nou, het lijkt dat eDNA diezelfde patronen redelijk volgt.
Bij hele grote afvoer, hele diepe rivieren kan het heel ver komen. In een kleine beek gaat het misschien om een kilometer of zo. Ja, dankjewel. Ja, Manfred, jij gaf een heel enthousiast verhaal inderdaad over het eDNA voedselwebanalyse en dat dat nu al zo'n verrijking biedt. Maken we daar nou eigenlijk nu ook al genoeg gebruik van dan? Je zei het is heel erg in ontwikkeling. Wat vraag jij op dit moment? Nou, we hebben nu de afgelopen 4 jaar is echt door een behoorlijke groep waterbeheerders zijn echt stappen gezet in de verdere ontwikkeling. Maar we werken nog altijd met pilotlocaties. Dus een aantal locaties per jaar vindt bemonstering met eDNA-technieken plaats. En voor die locaties krijgen we dan een aardig beeld al van wat zit er eigenlijk allemaal onder water en hoe hangt het een met het ander samen. Kijk, uiteindelijk wil je dat deze techniek in de plaats komt van, of ja, als een routinematige handeling ook uitgevoerd kan worden in het watersysteem. En dat vraagt er nu eigenlijk om uit die pilot situatie verder op te schalen, zodat we de protocollen verder kunnen gaan automatiseren. Er werd ook straks iemand, zag ik in de chat, die vroeg van die kostenbesparingen. Ja, dat bereik je uiteindelijk ook met een stuk opschaling wat mogelijk is. En het is, die fase zit nu de eDNA voedselwebanalyse, dat we vanuit die pilot situatie echt die schaalgrootte nu willen gaan zoeken. En dat geeft enorme verrijking aan kennis over ja, het watersysteem en hoe het onderwaterleven functioneert in verschillende typen water. Dus een plas is anders dan een meer, et cetera. Dus er zit heel veel variatie in. En, ja, die database die gaan we opbouwen. En zoek je dan concreet nog extra partners daarin? Of extra... Jazeker, ja. Ja. Dus we zijn echt nu ook de waterbeheerders actief aan het benaderen. We hebben het hier vooral over de waterschappen, maar Rijkswaterstaat is zeker ook een partij waar we mee in gesprek zijn. In Rijkswater bij te betrekken. Dus ja, dit jaar eigenlijk willen we vanuit die pilot echt opschalen. Om ook dat wetenschappelijk onderzoek eraan te koppelen. Meerjarig wetenschappelijk onderzoek. Want ja, er zijn ook nog bepaalde basisvragen. Het protocol die geprofessionaliseerd moeten worden. Dus daar zijn zeker ook wetenschappelijk spoor nog stappen te maken. En via het opschalen kunnen we zowel het fundamentele onderzoek goed doen. Als ook in de praktijk steeds meer leren en de database met kennis steeds groter maken. Ja. En Suzanne, wat mij opviel bij jouw presentatie is dat jij ook daar de regelgeving echt aanstipt. Hè? Dus dat er liggen hele mooie technieken voor dat zwemwater onder andere. Maar ook hier lopen we tegen die regelgeving aan. Is dat iets waar je als touw nu ook probeert te beïnvloeden dat veranderd kan worden? Nou, niet zozeer vanuit touw, maar ik ben bijvoorbeeld wel lid van de platform Blauwalgen, waarin gesproken wordt over het Blauwalgenprotocol. Die is pas weer vastgesteld en dat is een hele lange procedure om zowel de laboratoria als de waterbeheerders op één lijn te krijgen hoe het een en ander uitgevoerd moet worden. Dus dat zijn processen die lang duren en daarin worden nieuwe technieken pas opgenomen als ook gewoon voldoende bewezen is en dat je daarop kunt handhaven. En zoals ik vertelde, is onder andere het gebrek aan grenswaardes. Dus bij welke waarde van een hoeveelheid DNA wat uit je PCR komt, zeg je nu van dit is een gevaar of niet? Dat is toch een heel proces, omdat de huidige grenswaarden al jaren gebruikt worden. Ja, ja, want dat is natuurlijk ook vaak wat je als discussie hoort, dat inderdaad de... die blauwalgnormen wellicht te streng zouden zijn en dat daardoor ook te vroeg een negatief zwemadvies wordt gegeven. Kan je dat nou met deze techniek ook veel genuanceerder dan doen? Ja, het staat nu ook in het Blauwalgenprotocol dat je deze technieken wel aanvullend kunt gebruiken om wat meer inzicht te krijgen. Maar de huidige technieken die gaan uit van veiligheid. Dus je toont aan of er blauwalgen zijn die potentieel toxisch zijn. Maar of er daadwerkelijk toxines uitgescheiden worden, dat is daadwerkelijk waar je ziek van wordt, dat wordt met de huidige technieken niet in kaart gebracht. Daar heb je zeg maar de toxineanalyse voor nodig. Ja, ja. Dus je zou het veel beter in kaart kunnen brengen, het echte gezondheidsrisico. Ja. En dat kan nu al. Daar kunnen omgevingsdiensten bijvoorbeeld nu al, hebben die daar de marge in om eventueel dat negatief zwemadvies wat realistischer te stellen? Of... Ja, je kunt die techniek gebruiken. Of dat daadwerkelijk op grote schaal al gedaan wordt, dat weet ik niet. Ja, oké.
Dank je. En dan Jolien, nou ja, in ieder geval bij mij natuurlijk bekend deze toepassing die gaande is. Wat ik mij wel nog afvroeg, we proberen nu eigenlijk, je probeert lozingen vanuit kassen op te sporen, doordat er dan met die lozing DNA meekomt. Maar veel tuinder, je ziet dat bijvoorbeeld veel tomatenkwekers bij elkaar zitten. Hoe kan je daar nou ook nog een beetje het onderscheid in vinden? Ja, dat maakt het dan moeilijk. Maar vaak zitten ze wel verspreid. We hebben nu echt, als we het niet kunnen vinden, dan weten we dat er wel hoge voedingsstoffen zoals nitraat aan het water aanwezig zijn. Dus dat er wel wat aan de hand is. Maar dit is dus een tool om te helpen om daarin te selecteren waar handhaving als de eerste heen moet, om zeg maar een stap daarin te zetten. Dus we zijn nog niet zover dat we echt rassen kunnen onderscheiden. Dat zou eventueel een volgende stap kunnen zijn. Die potentie is er wel dat je bijvoorbeeld ook richting de sierteelt weet van hey, deze kweker die kweekt graas, die zit op rozen, dat je die link ook makkelijker kan leggen. Ja, dat zou het ideaal beeld zijn als we inderdaad de teelten allemaal kunnen doen. Dus dat is voor de toekomst heel mooi zijn dat we daar zien. Ook. Dank je. Dan pak ik nog één vraag uit de chat. Even kijken. Ik denk dat we die aan Berry gaan stellen. Die stelde Wouter Balster. Ja, zijn we nou eigenlijk klaar om al die data? Want je gaat gigantisch veel data ophalen om al die data te gaan verwerken. Nou, die data is natuurlijk wel een uitdaging. Want dataopslag is duur. En het wordt wel steeds meer data. Dus daar moeten we wel wat mee natuurlijk. Dus op dit moment gaat het allemaal goed, maar er zijn weer nieuwe machines die nog meer data uitspugen als het ware. Dus ja, we zijn wel aan het kijken of we daar niet een of andere infrastructuur voor kunnen bouwen. Aan de ene kant voor de verwerking van die data, dat vereist heel veel computerkracht. En dan moet je toch steeds meer gaan samenwerken met van die universitaire platforms als SurfSara en weet ik veel wat je allemaal hebt, voor die cloud computing oplossingen. Die worden wel steeds belangrijker, denk ik. Want uiteindelijk kun je dit als instituut toch, we kunnen wel servers blijven bijschakelen, maar het houdt gewoon ergens op uiteindelijk. En aan de andere kant vinden wij ook wel dat al die data nu heel erg versnipperd is. Dus wij zien natuurlijk allerlei mensen dingen doen met metabarcoding. Heel veel leuke projecten in Nederland. Maar die data die komt nog niet ergens centraal terecht. En dat vinden we eigenlijk ook wel heel erg jammer. Dus we zijn met een aantal partners aan het kijken of wij ook niet de centrale opslag moeten gaan bouwen. In ieder geval voor de uitkomsten van al die projecten, dat je dat gewoon ergens registreert. Maar ja, het gaat in de papieren lopen. Wij zeggen wel eens van ja, uiteindelijk wordt het zo dat je beter die data kunt weggooien en het DNA kunt bewaren. Want als je het dan nog een keer opnieuw moet hebben, de ruwe data bedoel ik dan, dan kun je beter het DNA opnieuw nog een keer sequencen dan dat je die data allemaal gaat opslaan. Want dat gaat wel in de papieren lopen. Ja, en nog eentje. Kijk, Naturalis is natuurlijk ook bekend van die hele hoge collectietoren die jullie hebben. Ja. Kan straks toch met deze techniek, zou je dat eigenlijk kunnen terugbrengen tot een heel klein depot? Ja, ik denk dat wij binnenkort alleen maar twee vriezers hebben staan met DNA-extracten. En dan ben ik wel klaar. Ik weet dat er mensen zijn die er anders over denken. Maar nee, het is voor ons wel een aanvulling. Dus aanvankelijk hadden wij natuurlijk gewoon een collectie van biologisch materiaal, planten, dieren. En nu hebben we in toenemende mate ook een DNA-collectie en ook een datacollectie. Dus daar moesten we onze infrastructuur wel steeds meer op aanpassen. En ja, in sommige gevallen moet ik eerlijk zeggen, ja, zijn de identificaties ook in onze toren van heel veel taxa niet extreem betrouwbaar. En kom je met DNA soms een heel eind verder. Dus we zijn ook in de toren heel erg aan het bemonsteren. Hè, van insecten waar we er toch veel van hebben, offeren we één pootje op, DNA eruit halen. En dan maar toevoegen aan de DNA-collectie en ook kijken of die identificatie eigenlijk wel klopt. Ja, oké. Dankjewel. Jullie alle vijf, dank voor de pitch die jullie gehouden hebben. Jullie gegevens worden ook in het verslag gedeeld. Dus mensen die interessant het vinden om op een bepaald onderwerp door te gaan, die weten jullie dan ook te vinden. In ieder geval veel succes met het onderzoek en de toepassing verder. Dan gaan wij verder met het programma. En het volgende onderdeel is dat we een paneldiscussie hebben.
En dat gaat met name over, ja, wat zijn nou de uitdagingen nog waar we met z'n allen voor staan bij de toepassing van DNA-technieken? Daar zijn natuurlijk al een aantal van langsgekomen, maar daar willen we wat verder over doorgaan. En dat doen we, die discussie die voeren we met Joep de Koning. Dus dat is namens de gebruikers, de medewerker van Delfland. Hans Massop van Acon. Dat is een gezamenlijk lab van de waterschappen, een deel van de waterschappen. Berry van der Hoorn van Naturalis, net ook al gezien. En Krijn Trimbos van het Centrum voor Milieukunde Leiden. Nou, welkom. Welkom terug. Joep, laat ik even met jou beginnen. Ja, kijk, de DNA-technieken heel erg in toepassing. Bij Delfland worden ze ook gebruikt. Maar eigenlijk wil je als... Het gaat het werk misschien ook wel in één keer een stuk saaier maken. Want waar je voorheen wellicht met een net en alle andere technieken naar buiten gaat om monsters te nemen. Dus als samen met de ecologen. Wordt het nu meer labwerk? Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, ik vind het wel een sterk punt. Ik heb daar ook wel over nagedacht. Ik denk wel eigenlijk dat je hiermee wel de kans krijgt om het... Kijk, ik weet niet of veel mensen Delfland kennen, maar Delfland is een poldersysteem, een hoop glas tuinbouw. Bij Jolien hebben we dat ook al gezien. En er zitten een heleboel stukjes in, die zijn niet heel boeiend. Dus eigenlijk als je dat als ecoloog kan afdoen met een DNA-sample, om daar dus uit de conclusie te kunnen trekken dat het dier niet zo boeiend is. En dat je daarmee dus veel meer tijd over hebt om naar de wel boeiende stukjes te gaan kijken, dan heb je daar al een grote winst te pakken. Maar ik geef toe, ik ben wel de voorkeur dat we niet moeten vergeten om naar buiten te gaan met de schepnet, om daar gewoon eens goed in het water te kijken. Sorry Marcel, mag ik daar iets over vragen of niet? Ja, natuurlijk. Ja, oké, heel goed, dank je. Joep, ik vroeg me af of bij jullie intern er veel weerstand door de ecologen wordt gevoeld bij dit soort nieuwe technieken. Omdat ik dat merk in gesprekken die ik met waterschappen heb gehad en andere organisaties die veel met morfologische bepalingen bezig zijn van bijvoorbeeld macrofauna samples. Dat daar een heel groot deel van de weerstand zit. Dat de ecologen eigenlijk niet... Dag Hans. Hun onderdeel, hun aandeel in het hele geheel willen verliezen. Ik weet niet of dat bij jullie ook zo is. Dat vroeg me even af. Nee. We hebben wel een aantal ecologen die, net zoals ik, heel graag gewoon buiten komen. En dat we echt wel fan zijn van hoe heet dat, de ouderwetse macrofauna-determinatie, om zo maar even te zeggen, met alle respect. Maar we zijn met z'n allen ook wel... We weten wel gewoon dat het... we hebben zoveel vragen over ons water. En we weten, het is in de chat ook al een aantal keer voorbij gekomen, dat ook in stilstaand water, zelfs in stilstaand water, denk ik, als je op het ene plaats een watermonster neemt en je gaat 100 meter verderop staan, dan is de waterkwaliteit alweer heel anders. En als je dat voor een heel poldersysteem gaat doen, of voor een heel beheergebied, ja, dan red je het niet met de traditionele monitoring. Dat wordt gewoon te duur en te kostbaar en dat duurt te lang. Dus wat dat betreft is iedereen eigenlijk bij ons er wel mee eens dat we daar iets ook met DNA-technieken moeten. En Krijn, nu je toch ook net aan het woord was, jij werkt voor het CML, Centrum voor Milieukunde Leiden. Misschien kun je iets vertellen wat... Hoe jij ermee bezig bent en ook, ja, toch ook de vraag van, zijn de technieken eigenlijk wel voldoende ontwikkeld om nou zomaar los te laten op al die waterbeheerders? Ja, dat zijn de eerste vraag is makkelijk te beantwoorden. De tweede vraag ga ik iets langer over doen, ben ik bang, Marcel. Bij het CML leid ik de onderzoekslijn Environmental DNA. Wat we daar mee proberen te doen is dat we zijn bij het instituut, bij het CML zijn we bezig om naar menselijk ingrijpen op het milieu te kijken. En de effecten daarvan ook te volgen, te meten, aan te tonen. Ik geloof dat eDNA daar een enorm belangrijke rol in kan spelen. Omdat we
kunnen opschalen, meer monsters kunnen nemen in dezelfde tijd voor hetzelfde geld. En daardoor veel beter inzicht in het systeem kunnen krijgen, zoals dat al meerdere malen is gezegd. En ik probeer dat al een aantal jaar hier aan de man te brengen en dat gaat steeds beter. Dus onderzoekers gaan het steeds meer gebruiken, zien daardoor patronen veel sterker terug als resultaat op menselijke ingrijp, op wat voor manieren dan ook. We zien het sneller terug, we zien het in meer soorten terug, in principe dan met traditionele methoden. Dus het is, wat mij betreft, is het gewoon een ontzettende goede, waardevolle nieuwe techniek die we, waarvan ik eigenlijk niet begrijp waarom je het niet zou gebruiken. Het enige is dat waar ik zie dat de eindgebruiker vaak tegenaan loopt, is dat het niet helemaal 100% te matchen is met de huidige maatlatten. Hè? Dus daar kom ik met de KRW-maatlatten om de hoek. Dat soorten die gevonden worden met traditionele methoden, die onderdeel zijn van de KRW-maatlatten, minder makkelijk gevonden worden met eDNA-methoden. Maar, daar wil ik ook een maar bij plaatsen, wat we wel zien, en dat zie ik in steeds meer onderzoeken terug, is dat als je eDNA gebruikt, dat je daarmee door de bank genomen wel meer soorten vindt, en dat ook meer soorten uniek zijn voor de eDNA-technieken ten opzichte van de traditionele technieken. Dus waar je misschien sommige soorten niet vangt die voor de KRW-maatlatten belangrijk zijn, vind je wel meer soorten met de eDNA op dezelfde plekken. En ook meer unieke soorten die je enkel alleen maar met de eDNA vindt. En ik denk dat daar gewoon dat daar een belangrijke taak ligt voor ons om misschien maatlatten te kalibreren met elkaar of andere maatlatten te installeren die meer gebaseerd zijn op eDNA en dus een beter inzicht geven in het systeem. Is dat een klein beetje antwoord op je vraag of ben ik nu te wijdloper geweest? Nou, een klein beetje, nee, dat is het antwoord. Maar ik zie wel dat er een vraag vanuit de deelnemers is. Niels Schoffelen heeft zijn handje opgestoken en die wil... Een vraag. Ik wilde vooral even ook daarop wat aanvullen. Ik ben het trouwens roerend eens ook met wat Krijn had. Dat je vanuit DNA-technieken soms ziet dat... Kun je voorstellen dat je een lab technician hebt die jou ook vertelt welke soorten die wel heeft aangetoond, maar waar die van niet precies wist wat het was. Dat gebeurt nu niet. Dat is dus nu informatie dat onder een microscoop identificeer je niet wat je niet kent. Dat gebeurt dus wel in de DNA-analyse, dus is extra informatie. Maar ik denk wel dat het goed is om te benadrukken wat Joep de Koning zei, dat laten we die DNA-technieken toepassen op die plekken waar het water misschien een beetje saai is, en die KRW-analyse gewoon even relevant is om makkelijk met een DNA-analyse te doen. Ga je een beker stellen, dan wordt opeens die visstellingen, hoe groot zijn die vissen, hoe verspreid die macrofaun zich in dat systeem, dat wordt opeens stukken belangrijker. En ik denk dat je dus ook altijd goed moet nadenken bij die techniek die je toepast. Wat is uiteindelijk je einddoel? Is het simpelweg het monitoren van de huidige status quo, of echt de ontwikkeling in een project? En daar moet je ook, denk ik, je methode bij laten aansluiten. Ja, Hans, ik zag jou net al lachen ook. Maar om op het laatste... om op dat laatste door te gaan, die methode erop aansluiten. Zijn de waterlabs eigenlijk hierop op voorbereid? Ja en nee, natuurlijk. Ik zeg altijd, het klinkt zoals ik het hier hoor, dat alles kan. Nou, ik denk dat we nog wel een aantal uitdagingen hebben, want die bijzondere soortjes moet je dan wel de DNA-sequence voor hebben. En anders is het hartstikke leuk, maar dan kan je er niks mee. Dus ik sluit me heel erg aan wat Barry zei, die bibliotheek moet op orde zijn en voor iedereen beschikbaar. Verder zijn we ook, wij hebben een DNA-lab, hè, en wij zijn heel erg bezig om te kijken, valideren, reproduceerbaarheid, want betrouwbaarheid is hartstikke belangrijk. Dus wij zijn met parallellen bezig. Dat gaan we deze zomer doen voor onze 9 waterschappen. Voor de blauwalgen. Nou, en dat is hartstikke interessant. Om eens te kijken hoe je ook een verandering in je technieken terug laat komen in je historische gegevens, bij wijze van spreken. Wat gebeurt er nu? Ik denk ook met DNA is het nu dus vooral nog, je vindt wat je zoekt.
en de nieuwe soorten zomaar vinden, dat klinkt bij Krijn heel vanzelfsprekend. Want die vind je allemaal wel. Maar ik denk dat toch best wel tegenvalt. En verder wil ik heel erg graag wat Joep zei benadrukken. Want waar je je monster neemt, ik zag Barry ook al zeggen, rivierkreeft tref je een meter verderop niet meer aan, is dus wel hartstikke belangrijk. Dus die ecologische veldkennis, noem ik maar even, die moet je wel meenemen, ook als je monsters gaat nemen. Dus ik vind het super dat het komt en dat het zich ontwikkelt. Want het zal ons veel, veel plekken veel makkelijker inzicht verschaffen, waar we veel mee kunnen. En dan hebben we tenminste tijd over voor de dingen die echt interessant zijn, waar Niels ook refereerde, hè? Biodiversiteitsherstel in de programma's die de waterschappen allemaal onbekend hebben. Nou, dat is, ik zou zeggen, als we met de DNA het simpel en het basiswerk doen, ik noem het altijd even de beleidsmonitoring, dan maken we al een hele slag om daarna verder door te ontwikkelen natuurlijk. Waar we wel zijn, we hebben niet alles morgen geregeld, maar het is een super ontwikkeling, dat zeker. Ja. Ik wil er wel twee dingen Krijn, zeggen. Ja, de Krijn had zijn handje opgestoken. Dus ik ga eerst. Dat moet je gewoon negeren. Precies. Nou, ik beloon gewoon de mensen die zich netjes aan het protocol houden. Maar dan is het kon opsteken. Laat Barry maar. Ik kan maar geen hand opsteken. Die wordt obstinaat van dit soort dingen. Laat Barry maar. Nou, oké, dan leer ik weer wat van jou. Maar nou, Barry, ga je gang dan. straks Krijn. Maar het eerste is denk ik wat Hans terecht zegt en ander ook. Dat is eigenlijk de robuustheid. We hebben nu zeg maar ook een soort ringtest gedaan. We doen meerdere ringtesten over heel Europa. In dit geval ging het even over kiezelwieren, diëtomeeën, maar dat doet er niet toe. Waarin wij met heel veel verschillende labs kijken of we dezelfde resultaten hebben op dezelfde monsters. En dat blijkt heel goed zo te zijn, mits je dus hetzelfde protocol gebruikt. Hè. Dus het protocol is wel heel erg belangrijk dan. Als het protocol ging afwijken, nou, dan kreeg je echt wel verschillende soortenlijsten voor een deel er ook uit. Dus daar moet je wel alert op zijn. Misschien maakt het wat minder uit welk protocol je uiteindelijk kiest, als je maar een protocol met elkaar kiest en daaraan vasthoudt. Dus dat is één ding. Het tweede is, ook in het kader van die robuustheid, die traditionele monitoring vind ik helemaal niet altijd even hard robuust. In onze toren zitten ook heel veel soorten die gewoon niet goed geïdentificeerd zijn. Het blijkt uit Duitse onderzoek dat zeg maar tussen allerlei samples dat er ongeveer 30% gemiddeld de identificaties verschillen. Tussen de soortenlijsten verschillen gewoon 30% tussen twee verschillende samplenemers gemiddeld over het hele land. Dat ga je met DNA natuurlijk allemaal wel plat slaan. Dan is in ieder geval alles vergelijkbaar. Dus dat zijn natuurlijk een paar enorme pro's. En daarnaast denk ik dat een andere kracht van DNA is, zonder de promotor per se te willen zijn, is juist nu soortgroepen erbij kunnen pakken die je voorheen niet kon doen. Dus bacteriën bijvoorbeeld was voor ons heel lastig. Kiezelwieren voor ons persoonlijk ook, omdat wij geen goede taxonomen daarvoor hadden. Ja, dat lossen we nu voor een stuk op met DNA. Dat waren groepen die wij vroeger niet mee konden nemen in onze ecosysteemanalyses. En nu kunnen we die wel meenemen. En dat is denk ik de kracht. Ik ben het helemaal eens met wat Niels trouwens heeft gezegd. Dus het valt helemaal met de vraag die je hebt. Het is maar een methode. Die zit in je toolbox en die kun je op bepaalde manieren toepassen. Maar we kunnen wel breder een ecosysteem nu gaan bekijken dan we voorheen konden. Dat is echt wel een hele mooie, mooie toevoeging. En gaat het over leeftijdsklassen, opbouw, dat soort dingen, wat soms voor vissen helemaal nodig is. Ja, dan moet je DNA lekker niet gebruiken. Dan werkt het niet. Ja. Krijn, wil jij daar nog op reageren? Of, ik heb twee. Ik zal ze heel kort proberen te houden, want ik zag alweer een interessante vraag uit de chat verschijnen. Dus ik heb als eerste een reactie op wat Niels en Joep zeiden over het gebruik van DNA-technieken in wateren die nu vaak niet gemonitord worden. En om daar inzicht in te krijgen. Ik denk dat eDNA-technieken zich of het toelaten om wel een DNA-extract databank op te zetten die je mee laat lopen met de huidige KRW-meetpunten. Dus dat je gewoon daar een schepje water uit haalt, opwerkt in het lab tot een DNA-monster en dan opslaat voor tot een later moment. Op die manier kan je op een gegeven moment wel, als er geld, tijd, energie, motivatie is om dat op grote schaal te doen, zou je met z'n allen kunnen kijken hoe goed je die twee werelden met elkaar zou kunnen matchen. Hè? Dus dat, volgens mij is dat een laaghangend fruit, laat ik het zo maar noemen. Andere reactie is nog op Barry.
En dat is dat, en ook Hans een klein beetje, dat is dat ik denk dat heel veel, want daar zijn we mee bezig, hè, in de wateren. We proberen de waterkwaliteit proberen we te bepalen. We proberen de effecten die wij op het watersysteem hebben, proberen we in kaart te brengen, inzichtelijk te krijgen en te monitoren. Wat ik zelf zie in onderzoek wat we hier in Leiden doen, dat is dat je daar vaak helemaal die bijzondere soorten niet altijd voor nodig hebt. Dus waar heel veel energie gestopt wordt in het vinden van allemaal hele obscure cryptische soorten, zien wij eigenlijk dat de patronen die je met eDNA boven tafel krijgt, in een semi-veld setup, dus dat is wel echt in het veld gedaan, maar wel gecontroleerd, dat met de eDNA eigenlijk dezelfde patronen veel sneller oppikt, veel sterker oppikt en vergelijkbaar met morfologische technieken. En daar wil ik eigenlijk alleen maar mee zeggen dat je misschien niet alle macrofaunasoorten vangt, maar je ziet wel patronen die indicatief zijn voor een bepaalde staat in het water, dus een bepaalde, bepaalde waterkwaliteit. Ja. Ja. Nou, ik ga even naar een vraag die in de chat gesteld is, van Herman van Dam. Die zegt, ik heb nog niks gehoord over de maatschappelijke consequenties. Stel dat de traditionele macrofauna-analyse verdwijnt, dan is er voor macrofauna-analisten ook minder werk. Zijn die mensen wel geschikt voor andere werkzaamheden, zoals die ecosysteemanalyses? Misschien, Hans, kan jij daar iets over zeggen? Ja, zeker wel. Ik heb in mijn team natuurlijk zitten een hoop mensen. We hebben een stuk of 30 mensen die hiermee bezig zijn. En ik heb geen enkele zorg. Ik denk namelijk dat je natuurlijk meer... Zij hebben allemaal kennis, ze hebben veldkennis. Die veldkennis blijft, het monster blijft belangrijk. Die veldkennis is absoluut noodzakelijk in combinatie met wat we vinden via de DNA-technieken. Ik zie ook dat we met alle bijzondere stoffen die in ons watersysteem komen heel veel morfologische afwijkingen krijgen. Die gaan wij echt niet zien in de DNA. Terwijl ze wel heel belangrijk kunnen zijn. Het makkelijke voorbeeld is natuurlijk toen de pil kwam, allerlei vrouwelijke eigenschappen. Maar dat zie je niet terug in je DNA. Maar het is wel heel belangrijk om dat soort dingen te signaleren. Dus het is ook, ik zeg het ook even anders kijken. Wij hebben allerlei soorten waarin microplastics voorkomen. En die in hun vorm impact kunnen hebben op de vitaliteit van de soorten. Weet je? En dat zijn allemaal dingen die je niet in DNA vindt, maar waar je wel op moet letten, omdat het wel onderdeel is van een gezond watersysteem. Dus ik zie wel met andere ogen, zeg ik dan voor een deel, maar wel gewoon blijven kijken. En het is altijd zo dat alles wat een keer afwijkend is, wat je nog niet in je DNA-patroon hebt zitten, noem het maar even, dan kan altijd weer iets op alles van ons uitkomen. Dus die mensen blijven echt wel nodig. Ja, dus het zal, als ik je goed begrijp, zal het en blijven. Hè? Maar Joep, hoe prioriteer je daar dan in? In de, welke onderzoeksvraag je precies stelt en zeg maar welk type onderzoek je daarbij wenst, bedoel je dat? Nou ja, kijk wat Hans zei, van kijk, DNA-techniek levert heel veel nieuwe data op, maar sommige zaken zoals morfologische gegevens, maar ook bijvoorbeeld die microplastics in ophoping in organismen, dat zal je, als je dat wil weten, dan moet je dan nog steeds andere technieken. Dus hoe prioriteer je nou hierin, hè? Ja, dat is gewoon eigenlijk wat je zelf al zegt. Je hebt een bepaald type vraag die je wil beantwoorden met een bepaald soort onderzoek. En daarbij kies je het juiste onderzoek. En ik weet wel in het verleden, met alle respect voor mijn collega's en ook ikzelf, dan hadden we bijvoorbeeld vragen hoe ontwikkelt de ecologie zich, want we hebben een bepaalde maatregel genomen. En dan dacht ik van nou, dan sturen we een paar biologen naar buiten. En die gaan dan macrofauna, diatomeeën bekijken, waterplanten kijken. En dan komt daar het antwoord uit op onze vraag. En dat is niet altijd de goede methode. Dus je moet je wel verdiepen van wat wil ik weten en welk type onderzoek is daarvoor nodig. En er zijn dus onderzoeksvragen waarbij DNA dus prima geschikt is om het antwoord te geven. Maar soms ook helemaal niet. En dan moet je naar een alternatief gaan kijken. En dat kan dus bijvoorbeeld zijn naar die voorbeelden die net genoemd worden. Ja, dankjewel. Nou ja, en dan tot slot, ik zie al de hele tijd nog een handje van Niels. Die heeft zich gewoon in dit panel gewurmd.
Sorry, maar ik vind het ontzettend interessant, omdat het ook het onderzoek waar wij zaten, wat wij eerder hebben uitgevoerd, daar ook wel inzicht om gaf. En het is een beetje gek dat het gevoel wordt gecreëerd alsof de traditionele ecoloog aan de zijkant wordt geschoven door DNA-techniek. En volgens mij is dat helemaal niet het geval. Ik ben zelfs bang dat met de klimaatverandering, alle nieuwe thema's die op ons afkomen rondom microverontreinigingen, dat de vragen alleen maar groter worden. En dat DNA-technieken zo moeten gaan bijdragen aan, hey, we hebben nieuw inzicht gekregen, we zien een grotere impact op het watersysteem. En nu willen we ook het naadje van de kous weten. En dan zul je die expert, waar je al heel veel in geïnvesteerd hebt, zo'n macrofauna-expert, zo'n vis-expert, zul je extra hard nodig hebben. Nou, misschien is het een utopie, maar ik hoop alleen maar dat dat soort experts geen saaie monsters meer voor hun neus krijgen, maar vooral spannende monsters, waar ze dan ook echt nieuw inzicht krijgen in het systeem. Dat is mijn gevoel erbij. Kijk, dat ondersteun ik helemaal. Ik denk ook dat die ontwikkeling gewoon gaat gebeuren. Dat is het gevolg van meer inzicht, hè? En daar gaat DNA ons ontzettend bij helpen. Nou kijk, dat vind ik een mooie, eigenlijk een hele mooie samenvatting, Hans, die je zo geeft. Ik heb nog wel één vraag trouwens, voordat we naar de afsluiting toe gaan. En die vraag is voor Barry. Bas vertelde in het begin dat wij, de STOA en Naturalis die zitten ook in het Europese DNA-qua-net project, wat nu wordt afgerond. Kun je kort zeggen wat dat nou voor Nederland of voor ons hier echt concreet heeft opgeleverd? Concreet heeft opgeleverd. Ja, laten we even vooropstellen dat het natuurlijk een wetenschappelijke lijn is, hè, met allerlei universiteiten en onderzoeksinstituten die samenwerken. Maar met name wel, zeg maar, om die hele lijn van DNA-analyses, om die te operationaliseren, om dat echt in de praktijk te brengen. En daarvoor inderdaad zaken uit te voeren, zoals wat ik net zei, van die ringtest op Europees gebied uit te voeren. Te kijken hoe robuust is het nou wat we allemaal aan het doen zijn. Kunnen komen met elkaar tot standaards voor vissen, macrofauna, diatomeeën, voor dat soort groepen. Dus heel gericht naar gekeken van wat kunnen we daar nou eigenlijk al mee. En niet alleen, zeg maar, de genetica zelf. Dat is nu al aangestipt door verschillende mensen. Ja, weet je, soortenkennis is gewoon belangrijk. Data-interpretatie is extreem belangrijk. We krijgen straks meer data ter beschikking. We hebben nu te beperkt mensen op het lab. Dat vind ik als taxonoom natuurlijk jammer. Ik zou liever heel veel meer taxonomen zien, maar dat worden er steeds minder. Dus gaan we op DNA. Er komt nieuwe data uit, maar je moet het wel kunnen interpreteren. En dat vraagt ook heel veel kennis. Dus los van wat werkt nou het meest optimaal om die soorten te detecteren en identificeren, is heel sterk gekeken naar hoe kunnen we dat nou interpreteren? Wat voor een soort indexen kun je dan gebruiken? Nou ja, en dat willen we graag operationaliseren. Dus er zijn ook echt wel gesprekken met allerlei normeringscommissies gaande om te kijken of wel niet bepaalde standaards gewoon echt op Europees niveau kunnen vastzetten. Dat is eigenlijk wat DNA Aquanet ons brengt. Het is vooral kennisdeling geweest. Blijkt dat heel veel landen al met hetzelfde bezig waren. Dat hebben we nu samengebracht. We hebben heel erg gekeken naar wat zijn nou de lessons learned. Niet zozeer alleen maar naar waarin verschillen we. Want er zijn altijd verschillen. Daar kun je altijd over gaan zeuren. Maar je kan beter kijken naar wat is nou eigenlijk gemeenschappelijk daarin. En hoe kunnen we dat nou ten goede draaien om dat gewoon te gaan toepassen in al die landen. En daar zijn we ook mee bezig geweest. Oké, en vrijdag dan staat er nog een webinar op de agenda. Dat is vrijdagochtend en dan wordt er verder ingegaan op het resultaten van het DNA-kwanet. Er zullen ook een aantal mede-Europeanen een verhaal daarover vertellen. Ja. En nogmaals, iedereen die het interessant vindt, die zegt van op basis van dit webinar vandaag van, hey, ik wil toch nog wel wat dieper meegenomen worden in die resultaten en de fijne kneepjes. Iedereen is welkom en meld je even aan weer via de website van de STOA. Dus dat is vrijdag vanaf, 9:30 tot 11:30 is dat webinar. Voor nu. Ik denk dat we een heel mooi inkijkje hebben gekregen in de wonderenwereld van DNA-techniek en hoe we die met name op het waterbeheer kunnen toepassen. Ik vind het heel veelbelovend. Wat we ook zien is dat er echt ook nog wel een stuk doorontwikkeling zit. Dat er
wat in regelgeving moet veranderen. Dus de oproep die ik eigenlijk wil doen is van laten we met z'n allen dit onderwerp verder ontdekken met elkaar. Vooral in pilot stappen. En wat we ook gehoord hebben, er kunnen ook heel veel technieken al eigenlijk gewoon al breder toegepast worden. Dus die zijn al de fase van pilot veel verder. Maar ik kan me ook voorstellen dat sommigen het ook nog wel hier en daar spannend of vinden om zomaar af te wijken van technieken die we al jaren gebruiken. Maar ik, ja, nogmaals, ik zou de oproep willen doen. Pak het op en zoek vooral contact ook met de mensen die vandaag hier in dit webinar langskwamen. Want die kunnen ongetwijfeld ook iets verder vertellen over hoe je ermee om kan gaan en hoe je kan instappen. Want nogmaals, het is heel veelbelovend als we het hebben over het verzamelen van meer data, maar ook op het gebied van kosten en efficiëntie. Ik hoor iemand nog. Wie was dat Hans die nog iets wil toevoegen? Nee? Oké. Ik wil alle deelnemers vandaag hartelijk bedanken voor jullie inbreng. De filmpjes en verslag van dit seminar of webinar, die komen op de website van STOA te staan. Dus daar wil ik iedereen, hier komen ze ook nog een keer te staan. Dus daar wil ik iedereen naar verwijzen. En ik wil eigenlijk afsluiten door nog één vraag te stellen. En die tovert Michelle, als het goed is, nu nog in het scherm. Daar hebben we geen Mentimeter nu voor nodig. Ja, en dat is eigenlijk weer even de vraag. Waar bent u het mee eens? En daarmee kunnen wij ook dit soort webinars weer steviger maken in de toekomst. Dus vul hem graag even in. Ik zie hem bij mijzelf ook nog op het scherm staan, dus ik zal ook even wat invullen. Zo. En voor nu wil ik iedereen nogmaals bedanken en een fijne avond. Dank.